Rida Jalal. Opvallende naam al eigenlijk. Ja, mooi hè? Ja. Hey, wat is er, hoe is dat zomaar tot stand gekomen? Nou, op het moment dat Daan wegging, of eigenlijk al daarvoor, zijn we natuurlijk gaan bellen en kijken welke mensen daarvoor in aanmerking komen. Je schakelt daarin, de mensen die je kent schakel je in. Je gaat op zoek naar een rechtsback. En toen hebben we deze naam hebben we ook te horen gekregen. We hebben wat andere namen te horen gekregen, die zijn we gaan bekijken. En dan ga je afwegen. Nou, de ene die was te duur, de andere was, die wilde niet en de andere die, dat vonden wij weer niet goed genoeg. En deze jongen heeft hier een aantal dagen meegetraind en heeft zijn jeugdopleiding bij Anderlecht genoten. Dus die beviel ons wel. We denken dat hier een jongen is daar nog rek in zit. Dat je gelijk, dat je nog niet gelijk staat, maar wel een jongen die we kunnen vergelijken met Tim Eekman en Scheiman die daar de concurrentie mee aan kan gaan. Die er nog niet meteen staat, zeg je? Dus je verwacht dat in eerste instantie Tim Eekman nog de voorkeur gaat krijgen? Of moet je dat echt nog aanzien? Ja, in principe moet je dat aanzien. Maar Tim heeft het gewoon goed gedaan. De tijd dat hij hier zit, heeft zich heel goed ontwikkeld. En die zal nu die kans moeten nemen. En daar ben ik ook niet bang voor. Wat is het specifieke nou van deze Jalal? Nou, het is een jongen die uitstekend langs lijn op kan komen. En hij heeft positioneel is hij erg sterk. Dus je ziet hem automatisch knijpen. Je ziet hem kort dekken wanneer hij kort moet dekken. Dat soort dingen, dat is ons heel erg opgevallen. Je huurt hem voor een jaar. Ik neem aan dat er geen optie tot kopen of iets dergelijks bij is. Dus dan wil je eigenlijk dat hij gaat spelen dit jaar? Ja, nee, maar dat ligt aan hemzelf. Ik bedoel, we hebben hem 3 dagen gezien. In die 3 dagen zie je niet alles. En dat is dus wel eens een risico. Hè? Maar in die 3 dagen zie je wel dat hij iets kan. En een jongen met een enorme drive. En als hij dat elke keer laat zien op elke training, dan zal het aan hem liggen dat je er snel genoeg in gaat komen. Van Anderlecht, volgens mij hebben die een redelijke reputatie wel met jeugd. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ga graag altijd als ik in België ga kijken naar Anderlecht kijken. Dan zie je altijd mooie en goede voetballers. En er zijn heel veel jongens natuurlijk doorgekomen uit de Anderlecht jeugd. Nu wilden jullie ook wel elders versterken, in de voorhoede bijvoorbeeld. Dat is niet gelukt. Hoe is dat nou eigenlijk mislukt? Ja, nou ja, je bent gebonden aan een budget en daar komen spelers niet altijd voor. Dus dan moet je een afweging maken. Wil ik iets minder hebben of gaan we het dan met deze groep doen? Wij wilden eigenlijk een versterking hebben, maar als dat niet kan, ja, dan kan het niet. En dan moeten we even wachten. Even wachten zeg je, want ik zal ze nog wel op zoek naar transfervrije spelers. Nou, we zijn zeker op zoek. Als we dingen tegenkomen, dan zullen we daarop inspelen. En overal zingt dan in ieder geval de naam van Edwin de Graaf rond? Ja, dat heb ik ook gelezen. Maar Edwin is natuurlijk een jongen waar ik nog steeds contact mee heb gehouden. En Edwin is een jongen die weet wat er gevraagd wordt in het middenveld. Dus die willen wij er graag bij hebben. Alleen of daar mogelijkheden toe zijn, en dan heb je het weer over het financiële, ja, dat weet ik niet. Ligt dat aan salaris? Want ik geloof dat hij tot 2012 onder contact staat bij Hibernian. Ik weet niet of hij überhaupt transfervrij kan zijn zomaar. Wordt dat ontbonden of is hij al transfervrij? Weet je er meer van? Ja, hij is ontbonden. Dat hoor ik vandaag. En, dus hij hoeft niks te kosten en wij moeten dus met hem eruit zien te komen. En of dat lukt, dat weet ik niet. Contact is er al wel? Er is contact. En hij is volgens jou per direct, zou die echt een versterking zijn voor dit team? Nou, het is een jongen die weet waar het om draait. En je hebt weer meer mogelijkheden met Edwin erbij. We komen nog wel eens krachttekort op het middenveld. Nou, daar zal Edwin zal daar zeker aan bij kunnen dragen. Is het sowieso vanwege budgettaire redenen beperkt tot 1 transfervrije speler waar je misschien op jacht kunnen naar gaan? Of misschien ook een, ik weet het niet, ik hoor ook een Huizigum of een Boezabon rondzingen. Of zou het sowieso vanwege salariskosten bij 1 blijven? Ja, dat weet ik niet. Dat zijn vragen waar je ook bij Simon over moet gaan. Ik heb in ieder geval aangegeven dat ik er heel graag een spits bij wil hebben. Een jongen met scorend vermogen. We hebben voorin jonge spelers, maar het zou wel ik denk voor deze groep goed zijn als er een wat oudere speler bij komt. Die weet waar het om draait. Dan maak je het voor de anderen ook wel makkelijker. Maar of dat financieel haalbaar is, ja, dan moeten we toch even kijken bij de penningmeester en wat Simon ook aangeeft. We willen een gezonde club worden, maar we willen wel, en dat heb ik ook aangegeven, we willen wel proberen in de Eredivisie te blijven.